Examens zijn een belangrijk onderdeel voor de weg naar jouw diploma. Je hebt recht op 2 examenkansen. Voor de eerste kans ontvang je een uitnodiging vanuit school. Het kan zijn dat je de eerste kans niet hebt gehaald. Je was niet 15 minuten van tevoren aanwezig en dus te laat. Je was afwezig. Je had je idee niet mee. Of je hebt een onvoldoende gehaald. Dan heb je recht op een tweede kans. Dit moet je zelf regelen. Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met jouw mentor. Die kan meer informatie geven over hoe je een tweede kans aanvraagt. Is het ook niet gelukt om een tweede kans te halen? Dan is jouw recht op 2 kansen voorbij. Er is een mogelijke derde kans. Neem contact op met je mentor om een aanvraag in te dienen bij de teamexamencommissie, de TEC. Je aanvraag bevat uitleg over waarom het niet gelukt is om de eerste 2 kansen met een voldoende af te sluiten. En hoe je het deze keer gaat aanpakken zodat het wel lukt. Dit verzoek moet worden ondertekend door je opleiding en worden ingeleverd bij de TEC. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Let op, een derde kans is geen garantie. De TEC beslist of je deze krijgt. Is je aanvraag goedgekeurd? Dan mag je het examen voor een derde keer doen. Dit kan ook na het eind van jouw schooljaar of opleiding gepland worden. Maar dit kan wel gevolgen hebben. Zoals studievertraging. Op 1 september geen diploma hebben. Of niet kunnen beginnen met een vervolgstudie. Dit kan ook gebeuren als je je derde kans niet met een voldoende afsluit. Is dat het geval? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je mentor. Maar nog beter, zorg dat je geen derde kans nodig hebt.